Dit is de legging voor de kreeft. Wijd open. Dus jouw stem is uniek. En ja, de wereld mag die horen. Je ideeën, je echtheid, je eigenheid mag je uitdragen. En we hebben details. Dus ik denk dat een belangrijk bericht komt naar jou toe. Er komt duidelijkheid aan, helderheid. En het is iets ja, wat je graag wilt weten. We hebben 42 en 43. De beker is 7, de aas van staven en de zwaarde 5. Ja, een nieuw begin zie ik hier met iemand. Een bepaalde keuze wordt er gemaakt. Er zijn een aantal opties hier en jij kunt kiezen waar jouw aandacht naartoe gaat, naar wie of naar wat. Ik zie meerdere personen. En jij mag die keuze gaan maken. Eén van die personen is jouw soulmate. Om de druk een beetje op te voeren. Dus er is één juiste keuze voor jou om te maken. Ja, ik zie dat je die keuze sowieso gaat maken, hè? Je komt sowieso bij de juiste persoon uit. Vroeg of laat. En omdat het voorbestemd is tussen jullie. Ik heb de bekers 2, de staven 4, de bekers 5, pentakels 2, pentakels 10 en de staven 3. Ja, dus er komt een hele mooie tijd aan voor je. Je gaat gewoon de goede kant op. Er is, ja, er zijn wel andere wegen, alleen je zult heel snel zien wat de juiste weg is voor jou. Dus het is, je hebt zeg maar drie wegen heb je met allemaal gaten erin of hekken of doornstruiken. En één weg is mooi geasfalteerd en kun je zo heel mooi nemen. Dus je ziet heel duidelijk welke weg je moet nemen, welke kant je op moet. Er kan wat twijfel zijn, hè, want dus bij, ik zie meerdere personen hier. Dus ja, iedereen heeft natuurlijk wel iets wat, ja, waardoor het kan lijken dat die keuze heel erg moeilijk is. Maar ja, het gaat je moeiteloos af, zie ik. En wat er dan overblijft is een hele mooie relatie. Een lange termijn relatie, een huwelijk. Met alles erop en eraan. Stabiliteit. En lange termijn. Ik zie dat je een lastige tijd achter de rug hebt en daar ook wel echt last van hebt gehad. Daardoor bent beschadigd. Gewond bent geraakt, zeg maar. Het is belangrijk om die gevoelens wel toe te laten, om dat te verwerken. Voordat je in een nieuwe relatie terechtkomt.
Ja, want anders neem je dat namelijk mee in een volgende relatie. Dus die pijn, dat verdriet, neem je dan mee. Ja, waardoor eigenlijk die volgende relatie op dezelfde manier zal verlopen. Omdat jij het nog niet hebt losgelaten. Dus dan neem je dat mee en dan trek je weer hetzelfde eigenlijk aan. Er kan een bepaald leeftijdsverschil zijn tussen jou en die nieuwe geliefde, tussen jou en jouw soulmate. En het is iemand die heel rustig is. Dus heel rustig. Je kan denken dat dit iemand is die stilstaat bijvoorbeeld, of die niet zoveel dingen om zich heen heeft. Maar het tegendeel is waar. Het is iemand die heel veel rust uitstraalt, maar toch ook ja, van binnen echt wel dat vuur in zich heeft. En dat stille wateren, zeg maar. dus er zit heel veel in deze persoon. Heel veel onder de oppervlakte nog verborgen. Dus ja, na die periode van onrust in jouw leven is hier dan die soulmate eindelijk. En die gaat alles veranderen voor je. Een transformatie in jouw leven, in je hele leven. En dan wordt alles eigenlijk zoals het hoort te zijn. Dus het begint met een keuze van jou. Keuze voor één iemand, voor één persoon. En jij kiest voor jouw soulmate. En vanaf dat moment ja, vallen eigenlijk alle puzzelstukjes op zijn plaats. En zul je zien dat die richting er echt heel duidelijk is. Dus het is misschien het gevoel wat je nu hebt, hè? Dat je niet echt een richting hebt, niet weet waar je heen gaat, wat er gaat gebeuren in de toekomst. Je gaat zelf die richting kiezen en dat begint bij het kiezen voor één persoon. Dus ik zie kinderen hier. Kan gaan om een zwangerschap, maar het ziet er meer uit als wat de oudere kinderen. Kunnen kleine kinderen zijn, maar ik bedoel niet een, nou ja, een zwangerschap dus. dus die zie ik hier bij betrokken zijn. En ja, er is het einde eigenlijk aan die twijfels of aan die opties die er nu zijn. Hè? Dus misschien heb je een beetje rondgekeken wat er allemaal op de markt is. en daar komt een einde aan. Dus je focust op één ding en ja, dat brengt jou alles eigenlijk. Dus het ziet er echt super goed uit. Dus ik wens je heel veel succes met alles en tot de volgende keer. Oké, dag.